Wij gaan afscheid nemen, we gaan naar Caroline Tenzen toe. En die heeft ook allemaal leuke mensen en zo. En als het goed, wij gaan er ook even kijken. Ja, we gaan er ook, wij gaan er ook even naartoe. Gezellig met z'n tweeën, dat is hartstikke leuk. Dus we zien elkaar zo meteen ook nog even. En vergeet niet af te sluiten, simpel zeggen. We gaan simpel iets zeggen. We gaan simpel iets zeggen. Geef. Om de natuur. Voilà. Ik hoorde je beginnen. Ik denk, ik ga er gelijk in. Goedenavond, feest van Agnes. Dag, Maud. Ik ben zo gelukkig. André! Heerlijk. Oh, zeg, hoe gaat... Nou, wat hadden we nog zo leuk erbij? Wie ben ik? Ja, oh, wat hadden we het leuk, hè? Nou, wat hadden we het leuk. Wat hadden we... Blijf ik ermee. Ga lekker zitten. Waar... Dank je. Zal ik hier gaan zitten of daar? Wat je wil. Hè? Hé, hey, dat was even... Ik schrik me wild, zeg. Ben ik je even binnenhol, omdat wij uit Studio 6 komen. De presentatiestudio van het actiegedoe. Het actieblok met Loretta. Ja, was leuk, hè? Oh, wat was het leuk. Ja, hè? Had je... Ik zou zo graag... Ik heb ook een Vol, blitz. Hoor, een hier ik zou ze graag ook nog eens... Heel... Niet zeggen, niet zou me voor ons houden. Wat weer, nee, maar ik zou ze graag ook eens een serieus gesprek met je willen houden. Met mij? Ja. Ik probeer het. Let's try. Luister, je hebt die pet af nu, dus ik ben nu even André. Ja, Oké, kan dat? Ja. Ook al heb je het pak aan. Ik zet het brilletje op. Doe even ook even af. Sorry. André, je bent eigenlijk... Help! André? Nee, ja, vertel. Ja. Nou, je bent dus een oude... Ja, maar nou op. Kijk nou. Kijk nou. Ik doe niks. Nee, ja, maar dat zie je. Maar zo is het niet. Wie ben ik ook altijd? Dan doe ik ook niks. Dan moet je ook altijd lachen. Ik kijk niet. Goed. Even, ja? Let's start. Nee, wat wil je weten? André, even serieus. Ik meen echt. Nou, ik stel gewoon die vraag serieus. Maar dan ga ik weer bij lachen. Maar ik bedoel het serieus. Tuurlijk. Nou, doe nou even gewoon. Jij bent een oude bekende van het Wereld Natuurfonds. 10 jaar geleden. Nee, luister, kijk even naar mij. Kijk even naar mij. Ja. We hebben het vanavond. André. Ja. Alle gasten die hier zitten, ik weet niet of jij dat ook doet, die maken een donateur bekend. Ja. Die vanavond dat eindspel. Ja, dat mee is was geworden. Ik heb erop geschreven, want ze heeft een hele moeilijke naam. Het is mevrouw, maar dat verwacht je ook niet van een mevrouw. Ze heet namelijk mevrouw Smalheer. Oh, nee. Echt waar? Hallo, met mevrouw Smalheer. En ze komt uit Brouwershaven. Ja. En ik heb haar nu aan de telefoon, denk ik. Of niet? Nou, dat weet ik niet. Toch? Of nou, niet? Probeer het. Ja. Okay. Misschien wel. Hoe werkt dit? Ik geen flauw idee. Hallo, mevrouw Smalheer uit Brouwershaven. Maar... Hallo? Oh. Dat is helemaal geen mevrouw. Het is een meneer Smalheer. Ja. Ja, inderdaad. Is meneer Smalvrouw dan? Ik heb mevrouw Smalheer. Hoe heet u dan? Ik heet Jan Smalheer. Joop Smalheer. Jan. Nee, toch? Jan. Nou ja, we maken het uit. Maar u gaat meedoen met het finalespel dadelijk, Caroline. Ja. Heel belangrijk voor dat prachtige vakantiehuis wat u kunt winnen. Maar u kunt natuurlijk niet zomaar meedoen, want we hebben al 3 dagen lang hebben we met iedereen het spel gedaan. Eerst met de dieren. En hebben we zo gelachen met wat was dat leuk met die dieren. Die en toen hebben we de 2e dag hebben we met de geluiden gedaan met de dieren. Oh, die vissen. Traden. En toen hebben we daarna met de geluiden gedaan. En dan wil ik het graag ook met u thuis even met een... We hebben een geluid op de band staan weer. En dan is het de bedoeling, naar een Amerikaans voorbeeld, dat u probeert erachter te komen... wat dit geluid is, welk dier dit is. Het is een dier, dus ik zeg eigenlijk altijd veel. Denkt u dat u daartoe in staat bent, of is het daar te laat voor nu? Nou, als het een beetje een dier is wat bekend is, dan zal het misschien wel lukken. Het is een heel bekend dier. Het is zelfs een dier wat ook in Nederland voorkomt, dus dat is makkelijk, hè? Ja. Bent u er klaar voor? U bent donateur geworden wanneer? Gisteren, eergisteren, vorige week? Nee, vandaag. Vandaag? Ja. Ach, nou kun je zien hoe snel dat gaat, bedoel hè? Ik. Oh, bij hele snelle notaris bij, hè? Die, hoe heet die schoenmaker, hè? Ja. Oh, die blijft bij je leest. Daar gaan we. Hier komt het geluid. Ben je iets? Het is mal, hè? Ja. Nee, ik doe niks in die woorden. Nee, maar schat. U hoort het geluid, hè? Hallo, meneer Smalheer? Ja, hallo. Nou. Smalheer. Meneer Smalheer? Ja. Hallo? Ja. Ja. Bent u er nog? Ja, ik ben er nog. Hij is niet zo lekker geworden. Kunt u vragen of uw vrouw ietsje van de telefoon weg mag halen? Oh, ook de erg. Nee, we maken een grapje, dat begrijpt u wel, hè? Ja, oké. Mooi. Is het eruit bij uw vrouw? Ja hoor. Mooi. Geweldig. Nou, fijn hè? Dat is ook, weer gebeurd hè? Mooi. Zie ik jou straks al? Blijf je nog even zitten? Wat je wil? Nee, blijf even zitten. Okay. Vind ik wel leuk.
Je bent nou toch helemaal met Wereld Natuurfonds, toch? Zo is het. Want ik ga even zo naar Martijn in de foyer. Maar wat ik u toch even wil laten zien, dit is in een willekeurige omroepgids. En daar zit hij ook in, hè? Ja, ik word Wereld Natuurfonds donateur. Dus als u er niet doorheen komt met het bellen, u kunt ook vanavond gewoon nog even een klein ommetje maken, kaart invullen en op de bus doen. Doe het nou, Wereld Natuurfonds. En schiet nou toch op, ze vragen toch? Dat er niet zo stom zitten kijken met z'n allen. Help, ga naar buiten! Gooi dat ding in de gleuf. Het is jammer dat je dat zo vaak moet vragen. Dan zijn we al 3 dagen bezig. Ja. Simpel. Tuurlijk. Hallo. Hallo. Mijn pijpels van klaar natuurlijk. Ja. Je dacht dat ik één zou kiezen. Ja, precies. Henny, Wout, Henny. Nee. Ja, wij kennen elkaar. Ja, oké, okay, ja, fijn. Ja. Nee, maar ik denk... Hey, ga je nou, past het, sta je nu op voor hem? Nee, ik sta altijd op. Oh, wat braaf, wat leuk. Zeker, zo ben ik. Moet je nog blijven staan dan? Blijf je nog wel even? Moet ik blijven? Ja. Wie gaat eerst zitten? Okay. Even nu? Ja. Goed. Henny. Welkom. Dankjewel. We hebben je al gezien. Je hebt al gezongen voor ons. Heb je dat gezien? Ja, het is een bedreigd diersoort, hè, snuitje. Hij weet je gezongen. Dat? Ja. Nou, ik heb het gehoord. Ik heb het gehoord. En hoe vond je het? Ik kon het niet zien, want wij waren bezig met de repetities. Dus ik kon het zien. Als je uit liegen. Nee, maar het is echt waar. Echt genoten. Ik vond... Goed, wat zongen we dan? Snuitje! Wat zei je nou weer? Nee? Was het die wet met Marco Borsato? Oh, nou ja, dat bedoel ik ook. Ik haal altijd door elkaar. Marco en Snuitje. Goed. Kijk, ik ga even met jou door natuurlijk. Sorry. Ja, maar waarom doe je nou een serieus interview met hem op de achtergrond? Ja, ik denk, wil het wel eens proberen. Dat is de grote verzoek. Nee, maar omdat ik ook natuurlijk... Ja, Henny is ook een enorme natuurliefhebber. Een echte natuurliefhebber. Ja, Henny. Ja. Hou op nou, hè, met me. Ik zeg alleen, Henny is natuurlijk... Ja, Henny, even, we hebben het hier over de natuur. We kunnen heel erg dolletjes maken, maar helaas zijn we met een serieuze zaak bezig vanavond. Ja. Iets wat moet, Wereld Natuurfonds. Ja. Jij bent een natuurliefhebber. Ja, ik ben 2 jaar geleden, misschien kun je het herinneren, voor het Wereld Natuurfonds naar Indonesië geweest. Ja. En daar heb ik hoe was dat? Dat was ja, het, een prachtig land en prachtige plekken gezien. Ik ben met een heel klein vliegtuigje ook over die... wouden gegaan. Ja. En dan die regenwouden. En dan zie je... Nee, ben niet... Nee, Wout, nee. Regenwouden. Ja. Nee. En... Nee, ik vul aan. Nee, maar... Ja, nou, dan geloven de mensen me niet meer. Jawel, absoluut. Jou wel. Ja. Maar ik ben met een heel klein vliegtuigje ben ik daar overheen gegaan. En dan zie je die ontzettende gaten. Dat kun je je niet voorstellen. Wij zijn helemaal van streek. Er is pas een bosbrand geweest bij Kootwijk in de buurt. Ja. En dan zie je die zwarte vlekken. En dan zeggen mensen, god, zonde van dat bos. Nou, dat is dan, als dat het nou was, was het probleem opgelost. Dat is een vlekje dan nog, dat ze daar allemaal aan het omkappen zijn. Dus ik heb in mijn eigen ogen gezien, mensen kunnen dat niet geloven. Dat is verschrikkelijk. Nee. Daarom is het heel belangrijk natuurlijk. Ja. Het is niet ver van onze bed. Wat zou... Nee, oh, het erg dit. Wat zou jij nu nog kunnen zeggen? Het is al laat, we zijn 3 dagen bezig. Joop staat zo, dus ga door. Ja. Iedereen staat tegen ons zo, je moet door en de tijd. Ja. Nou, dit doe ik ook zo. Goed, luister, we zijn nu 3 dagen de kant op. Bezig, hè? Vrijdag gaan we begonnen. Telefoonnummer is 3 dagen al in beeld. De telefoon gaat gelukkig nog, de bonnen worden opgestuurd. Wat zouden we nu nog tegen Elven kunnen zeggen tegen iemand die nog niet lid is van het Wereld Natuurfonds? Ja, maar ik kom niet... Ik krijg schuld, hè? Ik kom hier toch niet geloofwaardig over? Wie heeft dit verzonnen dat André zou blijven zitten? Nou, nee? Wie heeft dat verzonnen? Ik zeg nog, dat kan niet in de repetitie. Ik zeg nog, dat kan niet. Wie heeft mij verzonnen, überhaupt? Ja. Nu af. Ik moet hem nergens, ik doe niks. Dan zit hier gewoon lief reizen. Ja, dus ik kan het niemand vertellen, want Jo van den Ende die nu André de weg haalt. Ja. Goed. Nou, rot dan ook op, ga nou weg. Ik ga met John de Mol, hoor. Ze zo door. Loretta! 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 Spijt me.